is dus mijn dojo. En iedere ochtend train ik hier met Roemer, mijn partner. Zit de strak in? Ik adem de sport, ik ben de sport. Wat ik met vechtsport heb, is dat ik als 14-jarige mezelf wilde leren verdedigen. En dat is uitgegroeid dat ik nu, eigenlijk 20 jaar later, een gym heb in Amsterdam. En tussentijds ben ik drievoudig wereldkampioen geworden. En de vechtsport heeft me echt gegrepen. Het is niet alleen een sport. En het is ook echt een visie en een levensstijl. En het heeft mij als mens heel erg gevormd. Heel veel mensen die de sport niet kennen en niet begrijpen, die zien alleen maar agressie en rare technieken. En omdat zij dat niet kennen, gaan ze het matchen met iets wat ze wel kennen. Dat is namelijk geweld en angst en alle emoties die projecteren ze daarop. Maar als ik naar een wedstrijd kijk, ik zie heel veel handelingen die andere mensen niet zien. Ik weet hoe moeilijk het is om een stoot te plaatsen, om een worp in te zetten. We hebben net in december hebben we een gala gehad, of een evenement noemen we dat nu al netjes. En dat is geaccordeerd door de burgemeester van Amsterdam. De organisatoren zijn ook door de Langste Bibop gescreend. En de reden daarvoor is dat 5 jaar lang zijn grote evenementen in de stad geweerd door de verwevenheid met de onderwereld. Het zijn netwerkgelegenheden voor de georganiseerde misdaad. Toen de burgemeester van der Laan de evenementen verbood, heb ik ook in de krant wel kritiek op hem gehad. En naar aanleiding daarvan heeft hij gevraagd of ik een keer thee met hem wilde drinken. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan en dat klikte wel. En toen heb ik hem ook de andere kant van de sport kunnen laten zien. En ik weet niet of ik daar nou debet aan ben geweest, maar ik denk wel dat ik een heel klein stukje heb kunnen bijdragen. Dat je toch ietsjes anders naar de sport is gaan kijken. En toen heeft burgemeester van der Laan mij gevraagd voor die stuurgroep samen. De andere vecht die erin zat was Ernest de Hoost. Ja, dat is natuurlijk een ongelofelijke eer. En toen is er heel veel onderzoek gedaan van hoe zit dat nou met die vechtsport? En de CNSF heeft dat gedaan. En daaruit is die vechtsportautoriteit naar voren gekomen. Die vechtsportautoriteit zorgt dus voor een professionaliseringsslag in onze vechtsportsector die heel erg nodig is. En dat zal ervoor zorgen dat het imago ook wat meer mainstream gaat worden, omdat het gewoon goed geregeld is. Ik zou mijn eigen rol liever niet willen omschrijven. Ik denk dat andere mensen het beter kunnen gaan doen. Maar ik heb me wel overal tegenaan bemoeid. Laten we het daarop houden. Het uitverkochte RAI, dat was natuurlijk wel echt de kerst op de taart. En de sfeer was zo goed. Toen Rico ook won, toen stond echt iedereen als één man op die banken. De minister was er, de burgemeester was er. Nou, die twee daar waren, dat was natuurlijk ook een stamp of approval. Dus voor mij was het echt wel heel erg spannend. Ik denk, dit moet gewoon goed gaan, dit evenement. En het is meer dan goed gegaan, het is echt perfect gegaan. Dit is het keerpunt. Dus ik sta nog steeds achter het verbod dat ik toen heb gedaan. Maar ik sta ook volledig achter dat het nu weer kan. Ik denk echt dat dit een doorbraak is voor de vechtsport. En daar ben ik echt heel erg blij mee.